Johan de Vries, beter bekend als de House-opa, is een van de honderden Haarlemmers die de nachthoreca steunde in hun muziekprotest op de grachten. Het is de enige manier voor onder andere deze clubeigenaar om zijn protest aan te tekenen tegen de blijvende lockdown. Hij opent de deuren van zijn nachtclub dit weekend niet omdat hij dan een torenhoge boete riskeert van de burgemeester. Maar deze opkomst is misschien wel evenveel waard. Ik voel me mega gesteund. Zoveel boten, zoveel mensen aan de kade. Iedereen is aan het dansen. Ik bedoel, dansen is nou eenmaal leven. Ongelooflijk, we hadden dit gehoopt, maar niet verwacht. Veel boten, veel herrie, veel mensen langs de kant. Heel fijn. Het wel leuk. Want ik zie jullie genieten, hè? Ik zie jullie genieten, hè? Zo. 2 jaar ontzettend veel moeite gedaan. Naar alle maatregelen gevoegd. Net zoals natuurlijk iedereen in Nederland. Maar het is op een gegeven moment ook op en je wil weer en je wil knallen. Dit ziet er eigenlijk hartstikke leuk uit. Dus ik kan eigenlijk niet wachten tot alles weer open is. Dit is mijn zoon, die is 21 en die kan ergens naartoe. En ja, ik vind het al lang tijd dat het gewoon een keer open gaat. En dat kan best met nieuwe maatregelen. Dus, Beetje dansen erbij, een beetje springen. Altijd goed, hè? Vind je het allemaal kunnen dit? Tuurlijk, had al veel eerder gekund. Ik hou nog wel van een beetje afstand houden. Vind ik wel belangrijk. Maar ik vind wel dat het nachtleven gewoon open moet. Dus eigenlijk de maatregelen, je snapt ze wel, maar je bent er wel zo goed als klaar mee. Ja, inderdaad. Zeker weten.